Bakker Leon Pietersen bakt nog één keer zijn speciale speculaaskoeken. En zo zijn er de komende week veel laatste keren. Zaterdag gooit hij voor de laatste keer de deur van zijn bakkerswinkel in Goederede achter zich dicht. Ja, dat zijn hele rare dagen. Zo, de laatste loodjes en ja, we gaan het zien. Waarom stop ik ermee? Ik ben 55 geworden. 60 uur per week waar ik, hè. Dat is denk ik wel, die tijd heb ik wel gehad. Ik heb het 33 jaar gedaan en zo zoetjes aan is dat wel mooi geweest, denk ik. Het antieke winkeltje in de Pieterstraat is een begrip in de regio. Mensen van buiten het eiland komen er speciaal heen voor de lokale lekkernijen. En, hoe zal ik het zeggen? Een stukje historie vanaf 1852. Ja, en van heinde en ver en toerisme. Ja, dat blijft natuurlijk mensen trekken. De handgerolde krakelingen. Ik zal u er zo een aanbieden. En natuurlijk de torenkoeken. Sinds de monumentendagen zijn begonnen. De grote trots. Ja, dat is onder andere de grote trots, ja. U gaat de bakker missen? Ja, dat denk ik wel. Vooral om die heerlijke Goorese torenkoek. Die halen we altijd op, nemen een paar mee, stoppen hem in de vriezer en daar kunnen we nog lang van genieten. De krakelingen, nee, daar zijn ze wereldberoemd al geworden. Nou ja, wereld, maar landelijk dan. Het pand is verkocht. Wat de koper ermee gaat doen is nog onduidelijk. Ik had het liever overgedaan, misschien dan een collega bakker of een jonge startende ondernemer. Dan kan de traditie voortgezet worden, maar ja, dat valt nog te bezien.